Hi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Kijk, ik heb mijn befaamde Merry Little Christmas schort aan en deze vingers, dus dat betekent dat ik heb geminiatuurd. Vandaag heb ik dozen met kerstballen erin geminiatuurd, want ik wil straks een hele mooie woonkamer maken en daarin helemaal in kerstsfeer. Dus ik denk dat is dat leuk als ik van die dozen met kerstballen de inzet. Ik laat jullie in deze video stap voor stap zien hoe je zelf ook die dozen met kerstballen kunt maken. Ik heb er ook een piek bij gemaakt, dat is ook hartstikke leuk. En ik laat jullie nu eerst zien hoe het eruit is komen te zien. Nou, om de doos voor de kerstballen te maken heb ik twee stukken karton uitgeknipt van 4 bij 5 centimeter. En heb ik rondom lijnen getrokken op 1 centimeter van de rand af. Wat ik nu ga doen is dat ik over die randen zachtjes heen snijd. Dus niet dat je er doorheen gaat, maar dat is, dan kun je het makkelijker vouwen. Dus even heel zachtjes de zo overheen en dan knip je het aan de lange kant, knip je het over het lijntje heen, zie, en hier en dan vouwen we het over de lijnen overal naar binnen, zo, zo, en wat we dan nu doen is dat we dan, kijk, aan alle vier de hoekjes een klein beetje houtlijm en dan vouwen we het zo naar binnen. Zoals je, ja, het lijkt wel zoals je vroeger ook zo'n paaspakje maakt op de kleuterschool, nou, met 16 vierkantjes zeg maar, zodat we hem zo dan naar binnen. Kijk, en deze klemmen, die zijn echt ideaal, dus überhaupt voor miniaturen. Want daar kun je echt dingen heel mooi mee vastzetten en dan hoef je het niet zo lang vast te houden. Nou, zo. En dan hier ook. Kijk, even mooi de indrukken, dat het mooi blijft. En als je dan zo, even wat beter. Kijk, en nou heb je al het onderkantje van het doosje. Ik heb een handig foefje ontdekt, dat als je kaarsen wilt schilderen, kijk, want dit zijn satéprikkers en van satéprikkers maken we kaarsen. Kijk, en die ga ik dan nu even van boven wit schilderen. En als je ze dus helemaal mooi wit gaat schilderen, dan is het handig om ze, kijk, in de aardappel te drukken. Dan blijven ze mooi staan en je kunt gewoon de aardappel vastpakken. En hetzelfde geldt als met kraaltjes. Deze ga ik dan gebruiken als kleine kerstballen. Kijk, die kun je dan zo opschilderen. Die prik je dan vast aan een tandenstoker. Kijk, en dan kun je ze zo op deze manier mooi netjes schilderen. Dat is heel erg handig. Kijk, hier heb ik een beetje hetzelfde getekend, zie je? Ook weer een centimeter van de rand. Maar daar binnenin heb ik nog een halve centimeter van deze rand. Ook een rechthoek uitgemeten. En dat is namelijk, die snij ik er nu even uit. Dat wordt namelijk het venster van de deksel. Want je ziet natuurlijk altijd als je een doos met kerstballen hebt, daar zit er natuurlijk altijd een doorzichtig venster in. Dan geef ik deze even hier. En die gaan we hier ook in de deksel maken. Zo. Nou, kunnen we hem eruit halen, zie. En dan weer van hier langs de randen, dat we hem kunnen gaan vouwen. Zo.
knip ik hem hier aan de zijkant weer in. Zo, nou, ik denk, hoor je de hond op de achtergrond blaffen? Die is het er niet mee eens nu. Ze wilde net naar de tuin, maar nu wil ze weer naar binnen. Nu moet ze even wachten tot ik dit heb gelijmd. Kijk, gaan we weer, net als we bij het onderkantje hadden gedaan, vouwen we ook weer alles naar binnen. En dan zetten we het weer vast. Nou, en deze is al wel droog. Dus halen we hier de klemmen af. Even zo. Nou, hier nog een klem. En hier. En hier. Zo. En zo. En wat we dan alvast kunnen doen. Kijk, dit is een stukje plastic van wat ze voor mij die chocola gezeten. En daar knip ik dan al wat het venstertje uit. Dat we dan aan de binnenkant kunnen gaan plakken van de doos. Ik heb dit nu een beetje op de gok gedaan qua grootte. Oh, maar dat past mooi. Nou, ik ga ook alvast even lijm pakken. Nou, dit gaat, dit gaat lekker zoals je ziet. Zo, bah, kijk. Ik moet even gaan schoonmaken straks. Nou, zal deze alvast zijn? Ja. Ik ga altijd zo snel houtlijmen, dat is wel heel fijn. Kijk, hier had ik nog een stukje erbovenuit. Hier. Dan gaan we even dit lijmen. Zo. Nou ben ik heel handig, want... oh ja, hier is het venstertje. Ik dacht ook al, ik ben hem kwijt, omdat hij is zo doorschijnend. En ik heb zoveel troep hierop liggen. Kijk, dan plakken we hem hier zo in. En dan hebben we dat venstertje. En dan hebben we de... dan hebben we de doos. Zie? Dan kun je zo leuk. Maar wat we ook gaan doen, is dat we nu het binnenkantje van de doos. Want de ballen liggen natuurlijk altijd mooi in van die mooi geklemd. En dit is een strook van ongeveer 1,2 centimeter. En die snij ik zo licht in op 1 centimeter. Ik doe het nu een beetje op het gevoel hoor. Zo, want dan kunnen we dit zo vouwen. Ja, en dan, hij is 4 centimeter, dus dan knippen we hem op 4 centimeter. Knippen we de 2 af. En die 2 kunnen we dan alvast in de doos lijmen. Zo. Kijk, die lijmen we dan hier in de doos. Zo. En dan deze ook. In de doos. Zo. Nou, zie je dat? En dan... knippen we hiervan kleine stukjes van ongeveer een centimeter. Zo. En die vouwen we ook zo weer op die rand. Want die komen, kijk, hier tussen. Want dan heb je echt die vakkenverdeling zoals je die ook in een echte doos hebt. Nou, hup, houtlijm. Zo. Zo. Kijk, en die zetten we hier dan weer, plakken we hier mooi op. Verdelen we hier mooi tussen. Een beetje op dezelfde hoogte.
Nou, en wat je nu doet, kijk, ik heb wat vloeipapier, wat ik ook uit een schoendoos heb gehaald. Zo, kun je wel een beetje zien, het spul. Dit is hartstikke mooi, mooi fijn vloeipapier. Anders moet je gewoon even andere... misschien, ik weet niet, misschien dat het ook wel met bakpapier werkt. Maar kijk, dan knippen we mooi papiertjes. Zo. Even zien. 1, 2, 3. Nou, dan hebben we 9 papiertjes. Dan leg je het papiertje op het gaatje. En dan druk je het vloeipapier er met een potlood in. Want ik ben erachter gekomen dat je er dan het leukste in krijgt. Nou, nou is het binnenkantje is klaar. En we hebben hier de buitenkant. En nu is het een kwestie van opschilderen. Helpen. Kijk, ik heb een kleine piek gemaakt, zoals jullie kunnen zien. En die piek heb ik gemaakt van 2 verschillende maten kraaltjes. Zo, aan elkaar. En dan druk je er flink wat houtlijm tussen. En dan kun je hier met een klein ander kraaltje of een wat dikker stokje. Ik kan ook bijvoorbeeld hier van zo'n stokje daar een stukje afhaalt. Kijk. Zet je eronder en dan heb je dus een piek. Gebruik je gewoon wat houtlijm van. En deze piek zet ik dan weer op mijn aardappel. Even kijken, lukt het zo? Ja, dat lukt. Kijk, en dan kan ik hem weer... weer handig op schilderen. Zie. Ik wil je toch nog even laten zien hoe ik de doos opschilder. Ik pak gewoon even wat van die heel lichte verf, wat meer doorschijnend. En dan gaan we er heel licht overheen, zodat je toch echt wel die karton look nog behoudt. Nou, en dan pak ik wat meer een iets een verwaterde donkerbruin en dan ga ik even zo langs de randjes heen. Moet het lekker een beetje oud te maken. Zo van, nou, ik heb de dozen al jaren en ze lagen vroeger bij mijn oma op zolder. Dat je een beetje dat idee krijgt. Zo, de randjes. Dat je dat verouderde effect hebt. Nou, dat doe je ook met het dekseltje. Pakken we even. Zo. Je kunt het ook met een stift doen als je het fijner vindt. Als je kun je misschien net wat meer secuur werken. Maar aangezien ik toch altijd wel van het rommelige en smoezelige ben in mijn miniaturen, doe ik het gewoon met een. Met een kwastje. Zo. Zo, kijk, hier ook. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Maar ik zal zo eens even aan het eind een goede close-up van het resultaat maken. Zo. Nou. Kan deze ook. Deze moet ik zo even vullen met kerstballen. Ik hoop maar dat er nog wat droog zijn, want ik had hier nog wat. Zo. Kijk, en het formaat van de kerstballen maakt niet zo heel veel uit, omdat je dat vloeipapier erin hebt. Dus dan ook de kleine ballen komen dan redelijk nog omhoog te liggen. Nou, die zilveren die kan er wel hierbij in. Nou, heb ik verschillende dozen. Zo, even kijken. Kijk dan hoe leuk. Nou, ik zal het straks even leuk neerzetten in het in een muizenhuis, zodat je een beetje een idee krijgt hoe het er dan allemaal uitziet. Ja. Nou, superleuk dat je hebt gekeken.
En ben je enthousiast geraakt over miniaturen of enthousiast geraakt over dit kanaal? Abonneer je dan of volg mij op Instagram bij de Minimakers Tale. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Dag!